Cultuur in Actie. En ik was alweer in gesprek hoor, hier aan tafel met twee prachtige dames die in het rood gekleed zijn. Loes Visser en uw dochter Rosa is meegekomen. Rosa Herwig, welkom. Waarom in het rood? Dat is, hoort bij mij. Ik hou van rood, maar het is ook de kleur van het Britten Jeugdstrijkorkest, waar ik dirigent van ben. Maar u zei net... En? Cultuur in actie. Cultuur in actie. Daar hoort het wel heel erg toepasselijk. Ja. Daar hoort de kleur rood bij. Ja. Jullie zijn enorm fan van Benjamin Britten. Precies. Wie is dat? Dat is een Engelse componist. En alweer bijna 30 jaar geleden hebben we dit orkest opgericht. En we wilden een inspirerende naam. En deze componist is een heel inspirerend voor jonge mensen. Hij schreef muziek voor jonge mensen. Strijkorkest. En het was een zeer inspirerende persoonlijkheid. Vandaar die naam. En het orkest vaart er wel bij. En Rosa, waarom inspireerde Benjamin Britten jou? Om dezelfde reden. Hij heeft heel veel dus voor jonge mensen geschreven. En vond het heel belangrijk dat jonge mensen in aanraking kwamen met muziek en muziek speelden. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, dus, dat vond hij dus blijkbaar ook heel belangrijk. Ja. En op welke manier ben je daar iets mee gaan doen? Nou, ik ben begonnen als violist, als jong meisje, ben ik viool gaan spelen. En toen kwam ik in het orkest terecht bij mijn moeder. En daar heb ik zoveel geleerd. En dus eigenlijk is dat mijn weg ook bij het Britten. En nu ben ik klassiek zangeres geworden uiteindelijk. Dus, maar met Benjamin Britten ben ik opgegroeid, ja. Ja, en op welke manier heeft hij u geïnspireerd? Omdat hij dus... ook belangrijk vond dat jonge mensen echt goed muziek leerden maken. Ik ben dirigent en ik werk met jonge, talentvolle strijkers in Oost-Nederland. Wij gaan er helemaal voor om die mensen zo professioneel mogelijk te begeleiden. Zodat zij straks klaar zijn om een professioneel muzikus te worden. En ik ben hier natuurlijk om ervoor te zorgen dat er voor hun straks ook plaats is. Ja, want in de maatschappij. Ja, want u vindt het enorm belangrijk dat er... muziek ook gedoseerd wordt. Hè? Waarom is muziek zo belangrijk voor onze samenleving? Muziek verbindt en muziek nodigt uit, of de voorwaarde is dat je goed luistert. En als je goed kan luisteren, dan ontstaat er compassie. En dan ontstaat er ook verbinding met de maatschappij. Want als wij in de maatschappij leren luisteren, nou dan zijn we ook al een heel stap verder. Maar muziek ontroert mensen. En door muziek ontstaat de verbinding tussen de maatschappij, tussen degene die het hoort en de maatschappij. Precies, en luistert. Op welke manier dan? Nou ja, als je als muzikus leert luisteren, en dat is voorwaarde, anders kan je niet samenspelen. Daardoor ontwikkel je dus vermogen om te voelen wat jouw collega ook voelt en wat die bedoelt en wat die voor emotie heeft. En dat kun je dan ook in een normaal gesprek voeren of in een debat. Heb je veel beter door wat de ander bedoelt. En kan je een beter verstaander. Kan jij je moeder nog volgen? Ja, zeker. Ja, ik denk dat ze ook bedoelt dat het heel belangrijk is, vinden wij in ieder geval allebei, dat van jongs af aan kinderen al in aanraking komen met muziek. Ja. En ook met andere vormen van kunst. En zelf ook ervaren hoe het is om muziek te maken. En hoeven ze helemaal niet professioneel muzikus te worden. Maar dat was bij jou, neem ik aan, ook het geval. Ja, zeker. En ik ben daar heel dankbaar voor. Ik ben zo dankbaar dat ik in een heel kunstrijk gezin ben opgegroeid. En alle daarvan heb mogen proeven en aan mogen ruiken. Wat heeft dat jou met name gebracht? Met name het delen van mijn emoties, daar ben ik goed in. En ook het delen van de liefde die je hebt. En dat doe ik ook met mijn muziek die ik maak. Wil ik echt de mensen iets geven en meenemen in het verhaal. En dat luisteren, dat is ook echt iets, vind ik, wat door het samen muziek te maken. Ik vind het wel echt heel mooi wat u zegt hoor. Want waar het dus eigenlijk op neerkomt, is dat je empathischer wordt. Ja, dat dit is. Door het maken van muziek. Precies. Je gaat anderen beter aanvoelen, begrijpen en ook meer meeleven met anderen. Precies. En daardoor krijg je meer medegevoel. En ook, maar ja, door live op te treden zijn er ook mensen die ontroerd raken natuurlijk. En je geeft het publiek ook de kans om zichzelf te ervaren. Hoe is het bij mij van binnen? Je innerlijke ziel. Om die te voelen. Ja. En dat maken wij als kunstenaars mogelijk. Ga ik misschien een beetje een ingewikkelde vraag stellen, maar dat vraag ik me dan zelf persoonlijk af. Is dat dan wel, dat klinkt heel intelligent, hè? Wat we nu bespreken. Is dat dan wel voor iedereen weggelegd? Ik denk het wel, want
Het meeste gaat onbewust. Als je luistert naar muziek, dan luister je en er gebeurt iets met je. En daar ga je niet over nadenken. En dat kan ieder mens overkomen. Want muziek is een universele taal. Of ik nou in China speel of in IJsland. Mijn muziek, die komt toch over. Ja, en daar markeer je dus ook onder andere empathie ontwikkelen. Een andere broodnodige vaardigheden die je nodig hebt om een mooie samenleving te creëren. Precies, ja. En daarom is het ook echt broodnodig dat we met z'n allen, met als maatschappij, daar geld in steken. Dat we investeren in de cultuur. En dan, dat doen we natuurlijk als ouders, als docenten, maar de maatschappij moet dat ook. En het is net zo belangrijk dat er cultuur is dan dat onze lantaarnpalen elke avond branden. En daar denken we ook helemaal niet over na. Gaan we daar geld? Dus ja, dat doen we. Het is fundamenteel. Fundamenteel. Maar cultuur is even fundamenteel dan een schoolgebouw of wat dan ook. Nou, ik vind uw uitleg over het ontwikkelen van onder andere empathie en andere sociale vaardigheden, vind ik wel een hele mooie. Ik denk ook als we kijken naar achterstandswijken. Precies. En gezinnen of kinderen uit sociaal-economische lagere klasses, dat muziek een hele mooie manier is om vooruit te komen. Precies, en daarom vind ik het ook belangrijk dat wij met z'n allen daar geld in stoppen. Want het mag niet zo zijn dat je een kind van een rijke ouders wel de kans krijgt, ja, om dat te beleven. En als dat er niet is, dan niet. Maar dat is heel erg, vind ik. Dat het straks alleen nog maar weggelegd is voor de rijken. Precies. En dan, ja, anders gaan we daar naartoe. Als iedereen zegt, nou, zoek het zelf maar uit. En muziek moet zichzelf bedruipen. Dat cultuur kost gewoon geld. Dat is een feit. Ik vind het een heel mooi gesprek. Ik heb Benjamin Britten leren kennen. Mooi. En hele mooie gesprekken over wat we met z'n allen kunnen betekenen voor de samenleving als kunst- en cultuursector. Mm. Namens hoeveel mensen gaan jullie tekenen vandaag? Ik ga tekenen namens 100 jonge strijkers, muzici, uit orkesten, maar ook uit het Brittenconcours, wat toch gaat plaatsvinden op 13 en 14 juni. Is uitgesteld, we waren vlak voor 13, 14 maart was het. En we hebben natuurlijk afgelast. En ik teken ook voor 20 juryleden en organisatie van het Britten. Rosa? Ik ga tekenen voor 45 zangers van de zangafdeling uit Amsterdam, van het conservatorium, waar ik studeer. En dat zijn docenten en de studenten, de zangstudenten. Nou, mag mama het ondertekenen? Zeker. Ja, zeker? Ja, okay. Allebei is ook goed. Ja. Nou, ga uw gang. Ja. Bij nieuw vinden we een stift. En dan komen we op 405.042. Nou, dat is zeker een applaus waard. Mooi gesprek. De taal van muziek is universeel. Mijn blok zit erop. Het was een lange middag, maar een hele inspirerende middag. Met mooie gesprekken, leuke, mooie, nieuwe inzichten, ook voor mij. Een geweldig initiatief, niet op het Malieveld, maar gewoon online, met z'n allen, non-stop. Cultuurinactie.nl blijft in de gaten houden, blijft het delen. We zitten inmiddels op 405.042, zoals ik net zei. Mijn naam is Ejwit Elmiloudi. Het was een grote eer om hier te zijn. Ik mag het stokje zo meteen overdragen aan niemand minder dan Richard Groendijk. Een hele leuke man die ongetwijfeld hele leuke gesprekken gaat voeren. Dank u wel en wellicht tot een volgende keer.